Welkom bij SendCloud. In deze video geef je een volledige walkthrough van wat je moet instellen om onze slimme verzendoplossing gratis te kunnen gebruiken met het Essential abonnement. Heb je nog geen account? Maak dan een gratis account aan op sendcloud.com. Hierna zie je jouw SendCloud panel. Klik rechtsboven op het kleine tandwiel om de instellingen in te stellen. Als eerst ga je naar adressen. Voeg hier jouw verzend, retour, pick-up en factuuradres toe. Deze zullen later belangrijk zijn voor het gebruik van al onze functies. Navigeer vervolgens naar Financiën en stel de automatische incasso in, zodat je het aanmaken van labels kunt ontgrendelen. Op deze pagina vind je ook jouw facturen ter referentie. Ga vervolgens in het instellingenmenu naar Vervoerders en Prijzen en selecteer de vervoerders die je wilt gebruiken. Klik op Activeren en de vervoerder kan meteen gebruikt worden. Vervolgens raden we je aan om jouw online shop te koppelen met SendCloud, om bestellingen rechtstreeks in SendCloud te importeren. Wij bieden een groot aantal verschillende shopsystemen aan. Je kunt de keuze voor een koppeling controleren op dit YouTube-kanaal of op ons helpcenter onder support.sendcloud.com. Zorg voor een volledig merkgerichte customer journey door jouw verzendproces te kenmerken. Navigeer onder de instellingen naar merken en maak een nieuw merk aan. Je kunt een naam toevoegen, jouw logo's en primaire kleur uploaden. Voeg ook een URL-naam toe voor je retourportaal als je deze wilt gebruiken. Nu kunnen we jouw merk gebruiken voor verschillende functies. Laten we beginnen met track and trace e-mails. We hebben 5 verschillende e-mailschablonen afhankelijk van de verzendstatus van je pakket. Met een gratis SendCloud abonnement ben je beperkt tot het volgen van e-mails net nadat het label is aangekondigd bij de vervoerder. Druk op de preview-knop om te zien hoe jouw klanten de tracking e-mails zullen ontvangen. Laten we nu beginnen met het verwerken van onze eerste bestelling via SendCloud. Selecteer in de weergave inkomende bestellingen een order naar keuze en bewerk deze indien nodig. Klik vervolgens op label aanmaken en dat is het. Je label is nu zichtbaar in het tabblad gecreëerde labels samen met de huidige printstatus. Zodra het pakket onderweg is met de vervoerder, zal het zichtbaar zijn in het tabblad verzonden labels. Gebruik de filteroptie in een willekeurig tabblad om alleen de bestellingen te bekijken die je wilt bekijken. Op elk moment na het aanmaken van de label kan je op dit oogicoontje klikken om extra details te zien. Onder acties kun je ook een label dupliceren als je een ander pakket wilt versturen met dezelfde adresgegevens. Wil je een label annuleren? Omdat je het niet hebt gebruikt, kan dat binnen 42 dagen na het aanmaken. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij onze helpdesk. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.